Het is de week van de toegankelijkheid. Maar wat bedoelen we precies met toegankelijkheid? En waarom is een speciale week rond dit thema belangrijk? Dat wordt duidelijk in de gesprekken die Corné Kremers had op verzoek van de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Stichting Toegankelijk Land van Kuik bestaat sinds 14 juli. Maar in het Land van Kuik zijn nog altijd 5 lokale platforms. En een van die platforms zit nu ook bij ons aan tafel. Althans 2 vertegenwoordigers daarvan. Corrie Schildering en Marja Thijssen van Platform Toegankelijk Sint Antonis. Marja, om te beginnen, al lang actief binnen het platform in Sint Antonis? Ik denk nu 7 jaar. 7 jaar? Ja. En hoe ben je erin verzeild geraakt in het platform? Ik ben gevraagd door de vorige secretaris, die had mijn naam via andere kanalen weer gehoord. Voor mij was op dat moment het platform nog onbekend. Ja. Zelfs de plaatselijke blaadjes had ik het platform niet voorbij zien komen. Maar toen ze uitgelegd had de doelstelling van het platform was, kon ik me daar wel in vinden. En nou, dat wil ik wel proberen. Ik wil jullie daar wel ondersteunen als secretaris. Had er nooit iets gestaan in die blaadjes? Of was jawel, nooit, maar dat... sprak je toen nog niet aan? Nee, mijn oog was daar niet opgevallen. Hetzelfde als ik dan de plaatselijke voetbalclub. Die berichtjes lees ik ook niet. Dus dat... Ja, je leest ook selectief, blijkbaar. En wat is jouw raakvlak met het platform, met gehandicapten of met mensen met een beperking? Ik heb zelf MS. Ja. En op zich, ik voel me nog niet beperkt. Al heb ik wel mijn beperkingen. Ja. Maar ik kom er wel. Ik weet er echt wel. En misschien kan ik andere mensen die dat wat lastiger vinden, daarin ondersteunen. Ja. En ook een stukje bewustwording gezonde mensen. Ja. Ja. Op het moment dat je die diagnose krijgt, dan pas zie je overal de rolstoelen staan als je in een park komt. En als je dan wat minder goed ter been wordt, dan merk je hoe vaak een toilet... dat je dan de trap op moet of af moet. Ja. Toen werd voor mij die bewustwording. Dus daar moet je eigenlijk voor zijn dat mensen daar wat meer rekening mee kunnen houden. En je bent al langer actief, Corrie? In het ik ben volgens onze penningmeester, die belde mij van de week en zegt van jij bent 18 jaar op het platform. Oké. En herken je dat wat Marja zegt, dat je eigenlijk van alles kunt doen als platform, veel publiceren, veel organiseren, maar dat je de mensen pas bereikt wanneer ze echt meer in aanraking komen of behoefte hebben? Vaak wel, maar doordat je, ik ben zelf ouder van een jongen met functiebeperkingen, dus je leest meer van die items als ze in de krantjes komen. Ja. Dan sla je die niet zo makkelijk over. Dat deed ik voorheen ook niet, toen ik nog geen lid van het platform was. Maar je schrikt vaak van hoe mensen denken over een situatie, wat Marja ook zegt, met een toilet of met een lift of met een podium. Ja. En ik vond dat ik me daar sterk voor moest gaan maken. Ja, want wat is dat ook waarom je actief bent geworden in het platform? Omdat je zo'n beperking hebt? Ik had altijd al wel, ik ben in een gezin groot geworden waar wij dat altijd moesten doen vanwege mensen in onze familie die ook handicaps hadden. Ja. Mijn moeder een erg voorstander van was dat je allemaal iets sociaals moest doen. Ja. Dus daar is het al begonnen als kind zijnde. Maar ik heb dat nog. Ik wil gewoon dat de zwakkeren in onze wereld het ook fijner krijgen. Ja. En hoe ben je toen actief geworden in het plan? Heb je op een dag gezegd van nou, ik ga mezelf daarvoor inzetten? Ja, ik heb toen me ingeschreven om van het platform lid te worden. Ja. En mede doordat ik toen in aanraking kwam met het leerlingenvervoer, dat wacht in Nijmegen een school moest. En dat was zo slecht en er was zoveel narigheid dat ik denk van nou, ik ga zo'n avond beleggen met alle ouders die kinderen hebben die een taxivervoer nodig hebben. Ja. Daar zijn ze in de gemeente Sint Antonis toen erg van geschrokken. We hebben een avond belegd op het gemeentehuis samen met de politiek en met de wethouders. En ze, ja, hier moet drastisch verandering in komen, want dit kan zo niet. Hm. 14, 15 kinderen in een busje van 8. Ja. Hm. Hoe onveilig is het en waar zadel je een chauffeur mee op? Ja. En dat soort situaties ontstaat ervoor het pas bekend als je er ook echt mee te maken hebt. Want anders dan denk je er ook helemaal niet aan, denk ik. Nee, dat gaat aan je voorbij. Ja.
En in die tijd is het natuurlijk heel goed veranderd. En nu, anno 2022? Of? Nu gaat het weer de andere kant op. Ja? Dus er zijn niet genoeg taxibedrijven, er zijn niet genoeg chauffeurs, er wordt heel veel bij elkaar gezet. Ja. Alhoewel de bedrijven het allemaal heel goed doen, naar financiële capaciteit hebben. Ja. Maar het wil niet zeggen dat het zo nog weer slechter moet worden. Dat is jammer. En hoe ervaar jij dat, Maya, als je ergens bent of ergens komt of, en je ziet iets, je constateert iets en je maakt een melding van? Van, hey, hebben jullie er al ooit over nagedacht dat dit lastig is voor mensen met een beperking? Vaak is dat de reactie van, dat hebben we eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Ja. En dan zo van, we nemen het mee, maar dan heb ik daar wel mijn twijfels bij. Maar het is mensen staan nog niet bij stil. Ja. En wat doet dat dan met jezelf? Denk je op een gegeven moment, goed, als je het niet wilt, dan maar niet? Of zeg je van, de keer erop meld ik het gewoon weer? Ja, dat is wel een ding wat. Ja. Als het een plek is, niet in de eigen gemeente, waar ik nooit meer kom, zal ik daar geen tweede keer melding van maken. En in de eigen gemeente is dat een andere zaak natuurlijk. Ja. Als je terug hebt die 7 jaar dat je actief bent met platform, wat hebben jullie zoal gedaan? Als platform toegankelijk service. Wat doen jullie om onder de aandacht te blijven? Met name informatieve avonden of middagen rondom geld. We hebben wandeltochten uitgezet. In mijn ogen een van de belangrijkste dingen is de ondertekening van het manifest inclusieve maatschappij, inclusieve samenleving. Dat we daar, de gemeente heeft het manifest ondertekend en dat is zodanig dat zij, het was toen nog de gemeente Sint-Antonis, dus moeten we nu weer zorgen dat gevolgen krijgt, maar dat alle plannen bekeken worden met een daarbij van, kan iedereen meedoen? Ja. En dat is denk ik het begin. Ja. Ja. En want hoe gaat dat nu, Corrie, bij de gemeente Land van Kuik? Want sinds 1 januari zijn we de gemeente Land van Kuik. Ja. Er zijn al die gemeentes opgegaan in die nieuwe gemeente. Heeft toegankelijkheid en hetgeen wat jullie in al die jaren gedaan hebben nog de aandacht? Het heeft wel de aandacht, maar nog niet voldoende. De gemeente Kuik aan zich moet dat plan nog helemaal maken. Ja. En we hebben een nieuwe wethouder die ons in de portefeuille heeft zitten. Uh-huh. Dat is nog allemaal bezig, zeg maar, om dat te ontwikkelen. Maar zelf willen wij daar graag wel attent op blijven, want we gaan BTB onderzoeken doen, bereikbaarheid, toegankelijkheid, uitgankelijkheid verbouwen. Ja. Dat doen we al lang en dat doen we op verzoek en dat doen we ook uit eigen initiatief. Als wij zeggen, er komt iets nieuws, van, daar stappen wij even in en gaan kijken of we daar iets in kunnen betekenen. Ja. En dat we bijvoorbeeld bij het begin van de bouw of de aanleg van iets, dat is met de 602, de weg van Mil naar Sint-Tunis, hebben we veel in kunnen betekenen. Maar ook de scholen, de nieuwe scholen in Stevensbeek, dat je daar even met de directie en met andere mensen die daarover gaan, een gesprek hebt van denk eraan, want die rolstoelen moet daar ook binnen kunnen. Ja, want we hebben de overkoepelende stichting toegankelijkheid Land van Kuik, maar elk lokaal platform blijft gewoon actief, hè? Ja, het is één overkoepelende paraplu, zo zeggen wij het met z'n allen. En daar hangen 5 platforms aan die hun eigen projecten blijven doen. Ja. En dat is alleen een overkoepelend iets in het Land van Kuik, dat je op 1 manier maar subsidie aan kan vragen. Ja. Dat je om bij de ene ambtenaar terecht kunt, dat 1 persoon doet, want anders wordt het een weerwar. Ja. Is er iets positiefs, Maya, dat je nu zo'n overkoepelende organisatie hebt van 5 platforms? Dat denk ik wel. En gebruik maken van elkaar sterke kanten. En we blijven onze eigen activiteiten doen, maar natuurlijk wel, als wij ze organiseren, zijn alle mensen uit Land van Kuik uitgenodigd, of ze dan eigenlijk bij Sint-Tunis horen of niet. Dus we hebben toch onze specialiteiten, dus laten we daar gebruik van maken. Ja, en hoe staat het met de belangstelling, zeg maar, vanuit de gemeente zelf, Corrie, of vanuit de voormalige gemeente Sint-Tunis, als jullie iets gaan organiseren, het draagvlak of de hulp, of zeg je van, iedereen wacht eigenlijk rustig af? Nee, het is niet rustig afwachten.
We hebben, we kunnen eigenlijk borgen op best wel veel vrijwilligers die ons ondersteunen als we een activiteit willen doen. Bijvoorbeeld is dat, ik organiseer 16, 17 jaar nu een danceparty voor mensen met een beperking. En daar heb ik een aantal vrijwilligers voor die gewoon spontaan komen helpen. Die bijvoorbeeld als er een extra meneer achter de bar moet of die een extra activiteit doen. Dus nu bijvoorbeeld de carnavalseizoen komt eraan, dan gaan we helemaal opnieuw opstarten. En daar heb je zo vrijwilligers voor. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Mensen willen het best wel doen, maar je moet ze vragen. Ja, ja. Ja, je moet er mensen op wijzen dat het nodig is, dat hulp nodig is, en dan komen ze wel. Ja, ja. Maar ook vanuit de gemeente, de ambtenaar destijds in van de gemeente, was ons heel welwillend en dacht mee. En, de politiek ook. Ja. Ja. We hadden de politiek echt wel zo van, ja, als jullie met iets komen en je vraagt ergens geld voor, dan weten wij al dat het goed besteed wordt. Ja. Dus je hoeft het niet helemaal te onderbouwen. Het project is er, jullie doen het, oké. Ja. En is nu een nadeel dat diezelfde ambtenaar er misschien niet meer zit? Nee, die is er niet meer. Nee. Dus, maar dat wil niet zeggen dat de nieuwe ambtenaar niet goed is, maar zover zijn we nog niet. Nee. We zijn nog steeds bezig met het fuseren en is bij de notaris neergelegd en dat is allemaal ondertekend. Nu moeten er subsidies worden aangevraagd en die zijn ook in alle vijf de platforms, zijn die heel verschillend. Ja. De bedragen lopen nogal uiteen. Dus dan moet een uniform iets uitkomen. De week van de toegankelijkheid, die hebben we deze week. Hoe belangrijk is zo'n week, Mari? Ik denk heel belangrijk. Ook weer met name dat stukje toegankelijkheid of bewustwording. Mm-hmm. En eigenlijk bewustwording van het vaak niet toegankelijk zijn. En dat het toegankelijk voor iedereen is. Mm-hmm. Dus, en omdat het landelijk is, zijn er signalen van meerdere kanten. En dat is... Dat is alleen maar goed. Ja. Want bij toegankelijkheid, als je met mensen erover spreekt die niet wellicht meteen in deze materie zitten, hebben ze door toegankelijkheid denk je ook drempels bij de deur, bij de winkel. Ja, ja. Maar toegankelijkheid is meer, hè? Ja, ja, zeker ook een website en gebruik van een laptop of iets dergelijks. Ja. Ja. Toegankelijk voor lectuur. Het thema dit jaar is sociale toegankelijkheid. Wat denk je aan bij sociale toegankelijkheid, Corrie? Sociale toegankelijkheid, inderdaad, de digitale wereld. En dat die ook toegankelijker wordt voor iedereen die een beperking heeft. En dat ze daar ook in geholpen worden. Kijk, op de piep kun je wel allerlei dingen vragen en doen. Maar ik merk vaak wel dat de mensen met een beperking die ook laaggeletterd zijn, vaak is het een combinatie, hè? Dat die daar heel veel moeite mee hebben om alles digitaal te moeten doen. En bijvoorbeeld ook het betalen van dingen heel erg lastig vinden. En voorheen konden zij netjes een kaartje kopen voor een concert en konden dat gewoon betalen. Maar nu is het allemaal zo ingewikkeld dat ze al thuis blijven. Omdat het te moeilijk is om een kaartje te kopen. En de drempel is ook vaak te hoog. Ja. Ik denk dat daar nog heel veel aan te doen is om dat voor deze mensen weer fijner te maken. Ja. En dat ze ook gewoon kunnen zeggen van ik wil daar naartoe en kan ik gewoon een kaartje bestellen. Maar vaak is het dan in een telefoongesprek al zo, nee dat kan alleen digitaal. Ja, en dan betalen, dat kan alleen met iDeal. Ja, ja, ja. Ja, dat kunnen wij niet, dus dan houdt het op. Ja. En dat vind ik jammer. Dus als je vooruit kijkt, Maya, dan zou jouw hoop wel zijn om over een paar jaar gewoon echt het zover te hebben dat iedereen echt kan participeren in de samenleving. Ja, ja, en ook het zelfstandig participeren. Ik moet er iemand vragen, ik moet er iemand nalopen, laat maar zitten. Ja. Tot slot, de week van de toegankelijkheid deze week, thema de sociale toegankelijkheid. Waar ga je nu nog actief mee aan de slag, Corrie, in het platform Toegankelijkheid Sint-Tunis, Toegankelijk Sint-Tunis? Ja, wij hebben nog een aantal onderwerpen die we nog weer op moeten starten, omdat we nu een hele periode stil hebben gelegen vanwege de fusie en vanwege allerlei andere dingen. En nu eerst de afspraken maken met de andere platforms van wat doen jullie, wat doen wij? We willen niet meer een thema dubbel terug laten komen in het Land van Kuik. Dus bijvoorbeeld, wij zouden heel graag willen dat er weer een groot evenement komt, toegankelijk Land van Kuik in de breedste zin van het woord. Ja. Dat hebben we een jaar of 8-9 terug ook eens een keer geprobeerd en dat was een gigantisch succes. En dat houdt in dat zo'n toegankelijkheidsdag, zeg maar, ook alles werkt. Dus kunst, cultuur, muziek, ondernemers, leveranciers van
hulpmiddelen. Mm-hmm. Dat hebben we toen gedaan met 95 deelnemers. En die dag was zo gigantisch druk bezocht en dus voor de mensen met een beperking ook prettig. Ja. Dat zij dan op één locatie alles vinden en ook bijvoorbeeld een nieuwe hobby kunnen vinden of een nieuwe sport kunnen vinden. Van, dat is eigenlijk een van de dingen waar we nu mee bezig gaan. En dan het kan nog als gebeuren wat we breder willen op gaan zetten. Ja. En waar liggen jouw belangstellingen vooral, jouw interesses Maya, binnen dit hele verhaal? Dat je zegt van daar, ja, daar gaan we echt flink mee aan de gang, want dat vind ik belangrijk. Of ja, met name dat we binnen de nieuwe gemeente ook weer die inclusiviteit en dan met name niet over ons, maar met ons, dat we daar de politiek achter krijgen. Dat ze aan de voordeur al meedenken. Goed zo. Succes. Dankjewel. Meer weten? Bekijk dan ook de andere interviews over de Week van de Toegankelijkheid via Omroep Land van Kuik.